I just wanna see where your love can take me. When I'm with you, no, the world won't break me. Tja. Vandaag is altijd even een klote dag. Mijn vader die is 4 jaar geleden overleden aan een hersentumor. En ja, eigenlijk is daar heel Maart mee besmet. Want hij ging 2 maart het ziekenhuis in. Hij was eigenlijk gewoon heel erg in de war. Zoals we eigenlijk met z'n allen zeggen, leek het wel acute Alzheimer of zo. Gewoon niet meer weten wat verdacht was. En, de weg kwijt en ja, veel hoofdpijn dus zo. En dat is gewoon heel snel gegaan. We weten ook niet wanneer zoiets begonnen is. Maar, nou ja, in het kort. Zonder dat hij eigenlijk zelf echt doorhad wat er aan de hand was. Ging hij 2 maart het ziekenhuis in. 5 maart werd hij ook nog 64. En dan sta je in het ziekenhuis en dan denk je van ja, wat gaan we nou doen? Gaan we nou nog een taart halen of niet? Nou, aangezien hij heel erg van eten hield en snoep, hebben we dat wel gedaan. Hij wist niet waarvoor hij daar lag. En hij dacht dat hij iets met zijn hart had of zo. En eigenlijk maar goed ook. Want mijn vader was altijd heel bang voor de dood. En wilde het er nooit over hebben. Dus het feit dat als het dan toch moest gebeuren. Dan maar dit. Gewoon de weg kwijt en niet weten waarom je daar ligt. En dat je kan het niet meer nagaan in je hoofd natuurlijk. Maar zeker weten doe je het natuurlijk niet wat er in zijn hoofd omgaat. Soms zijn dit dan wel weer van die hele raak dingen. Dat je niet wil horen. Dat is gewoon een
hele moeilijke tijd. En ja, we vragen ons wel eens af hoe we die tijd eigenlijk doorgekomen zijn. In ieder geval is hij 25 maart overleden. Met al zijn familie, dus ons gezin, eromheen. Ik heb aan zijn bed, toen hij eigenlijk in coma geraakt was, het nummer Songbird gezongen. Hij zei altijd dat ik dat nummer echt moest gaan zingen, dat ik dat echt zo goed zou kunnen doen. Wij kennen het dan van Fleetwood Mac. Daar is het eigenlijk nooit van gekomen. Dus ja, het was now or never, zeg maar. Dus nou, ze zeggen dat mensen in coma toch nog wel het een en ander kunnen horen, dus. Uiteindelijk heb ik het op een of andere manier ook nog op kunnen brengen om het op zijn crematie te zingen. En dat was 31 maart, dus zoals ik al zei, heel maart is daarmee eigenlijk een beetje besmet. Soms zijn er van die momenten dat je dat toch even breekt. En ik kreeg vanochtend al, ben ik eigenlijk wakker met een sms'je van mijn twee beste vrienden, vriendinnen, Ellen en Mariska, om me sterkte te wensen vandaag. En dan kijk je opzij en dan ligt er je eigen kleine mannetje. Die ook zijn naam draagt. Maar die dus nooit heeft kunnen ontmoeten. En voor Jesse Silver niet meer zal zijn dan een foto. Maar gelukkig heeft hij zijn oma nog. En zijn oma's. En een andere opa. En nog een opa. Van Sergio's kant. Dus ja, daar moet je natuurlijk van genieten. Oh, Jezus. Nou, ik moet nog gaan opschieten. Want we moeten even naar het consultatiebureau. Naar de arts. Dus ja, poeh. Ik ga me even opfrissen. Wanneer je dus haast hebt en jezelf ook nog moet klaarmaken, maar wanneer heeft ook honger? Dit gaat goed, joh. Dat lukt niet eens. Ja, voor het laatste stukje neem ik het over. Zo. Dat ziet er weer iets beter uit. Dit gaat door. Ik heb een hele mooie reclame, hoor ik heel de dag. Wat dan? And I see your true colors shine through. Ja, zo slaapverwekkend. Goed, zo'n ding. Ja, dus ik ben vandaag bij het consultatiebureau geweest. Het is een moeilijk woord ook, hè? Vooral als je moe bent. Ik slaap kort. Consultatie. No. En hoe was het daar? Hij is dik. Ja.
Oh, kleine mini Michelin. Nee, eigenlijk was het allemaal supergoed. Dan moet je altijd denken aan zoek de mossel van Hans Theeuwen, sorry. Zoek de mossel van je, over je kind. Dat is echt... Nee, dat is letterlijk een mossel. Ja. Niet zoek de mossel. Oh, ja. Ja, dat moet je zien. Okay. Dan heeft hij het over een heel dikke vrouw en dan spelen ze een spelletje één keer in de week. En dan zoekt de mossel of stopt hij die mossel in een van die huidplooien en dan moet zij het zoeken. Oké, nou, het is echt heel smerig. Dat is al, wow. 5,5 kilo is hij al. Ja. 5,5 kilo en 50 gram om zo precies dan te zijn. Bam. Ja, weet je, je had zo'n middenlijn. Ja. Zo'n gemiddelde lijn. Daar zit hij denk ik boven. En dan had je zo'n stuk aan marge. En hij zat zeg maar hier. Oh, serieus? Nee, hij zat echt op de lijn van de bovengrens. Oké. Okay. Ja. Dus ja. Een rantsoen of ketopillen erin? De loopband, waar heeft hij anders die Nike's voor? Ja, precies. Hallo? Nee, ja. Ze zei ook van ja, hij is natuurlijk ook al zwaar geboren, zeg maar. Gewoon een hoog geboortegewicht. Ja. En ja, je hebt gewoon soms van die kinderen die, ja, die gewoon echt veel honger hebben, weet je wel. Dus ik zei ook al van nou ja, we proberen het af en toe te rekken met speen. Omdat hij soms ook al na 2 uur al komt of 2,5 uur. Dus dat was goed. En ja, en ze gaf dus een suggestie om even te kijken naar ja, babyvoeding voor hongerige baby's. Toch. Maar wordt hij daar niet nog sneller, nog dikker van dan? Ja, blijkbaar niet. Dus dat gewoon echt om zijn honger wat meer te stillen? Ja, hij zou daar waarschijnlijk wat meer verzadigd van raken. Oké, okay. Nou ja, dat is de moeite waard. Dus dan moeten we even kijken. Maar we hebben nog 4 blikken staan of zo, dus het eventjes, ja. Ja, weet je, laat je kind gewoon honger lijden, kun je dat schelen? We hebben nog... Nee, hij heeft geen honger. Nee, maar we kunnen ook kijken of we het kunnen mixen of zo. Ja, dat zat ik ook te denken. Ja, 50-50. Maar, dus dat was 1. Zijn lengte zat precies op de gemiddelde lijn. Ja, was 54 centimeter zo, las ik. Of niet? 51. Zo, ja. Nee, 54 volgens mij. Ja. En van waar moest je mijn gewicht weten dan? Mijn lengte bedoel ik? Ja, weet ik niet. Ze wilde ook mijn lengte weten. Misschien, ja, om een schatting te maken. Ja, maak ze een soort prognose. En zijn hoofdomtrek was ietsje boven gemiddeld. Ja, dat heeft hij van jou. Ja, dat komt door zoveel hersens. Ja, de hersens. Dus dat waren de afmetingen en... De afwijkingen. Nee, helemaal niet. Ze zei ook... Ja, ze zegt, ah, het is echt een beertje, zei ze. En dat hij grote handen... Ze zag hem en zei, zo, grote handen. Echt waar? Ze vond ook dat hij grote handen heeft. Ja, hij krijgt echt dus van de schoppen. Dus misschien heeft hij echt opa's handen. Ja, dat denk ik wel. Ja, maar opa's handen, even serieus, hè. Dit was 1 vinger. Ja, ik heb ze verder nooit mogen ontmoeten, maar ik heb op foto's al gezien dat het een potige man was. Dus, ja, alles deed het goed. Reflexen deed het goed. Hij volgde haar met zijn hoofd. Was het een lekker ding? Zeker. Hij is gewoon niet slecht uit. En ik zeg, hij heeft echt een sterke nek. Dus toen... Inderdaad ging ze hem op zijn buik doen, want dat gaan ze dan waarschijnlijk toch testen. Toen ging die helemaal omhoog met zijn nek. Ja. Ik zeg, is toch niet normaal? Zegt ze, nee, is niet normaal. Dus hij heeft echt een hele sterke nek voor zijn leeftijd. Ja, weet. Dus een dikke 10, zeg ik zo. Hoppakee, trots, nu al. Bam. Ja. En de volgende keer... dat we erheen gaan, krijgt dus een inenting. Oh ja.
Dus dat. Oké. Ja, dus super vet. Ja. Ja, leuk. Letterlijk en figuurlijk. Cool. Ja. Met zijn worstelbeentjes. Ja, schattig. Met je trap. Nee. Doe even je. Jongens, niet schrikken. Mensen denken die wordt niet goed. Wat ben je aan het doen nou? Ja, dat heeft te maken met het openzetten van mijn holtes. Maar activeer ik alles. Tong tegen mijn ondertanden, neusvleugels en verbaasd kijken. Ja. Oké, okay, en dan met de piano, wat doe je daar dan? Ik kan niet super laag, maar ik heb wel een flink bereik. Tenminste, als alles het weer goed doet. Maar ik moet dus. Comfortabel bereik, denk ik. Ja, hier rechts of zo, gewoon een C. En dan moet ik dus mijn handen hier zetten. En dan inademen op de juiste manier. Dus voelen dat je ribben uit elkaar gaan. En dat je hier achter in je rug ook nog lucht kwijt kunt. Dat is dus inademen. En dan eigenlijk die strakke noot, en de zanglerares had ook al gezegd van nou, het hoeft niet per se super zuiver of spot on inderdaad. Het gaat erom dat ik dus het gevoel terug ga vinden van het plaatsen van überhaupt geluid, dus ook als ik praat. Dus met mijn mond open en dan alsof er een blokje achter in mijn keel zit, zeg maar zo'n Duplo blokje of zo. Dus, dat is. Ik vind het altijd zo lastig. Iedereen. Ja, ik mag niet alleen de A doen, ik moet ook duidelijk die J. Maar als je die J doet, dan zit die automatisch al hier. Ja. Klonk ook goed. Oh. Hi, ik ben er ook. Hoi. Nee, als je doet. Ja. Dan hou je hem wel open en je hebt hem al goed geplaatst waar je moeite mee hebt. Als jij gelijk de O moet doen, dan vind je het moeilijk. Ik vind alles moeilijk. Gaat al. Maar ik voel het al beter. Alles. Het voelt wel beter. Ja. Het is te zacht. Ik hoor ze meteen praten en zo. Het is te zacht. Ja. Plaats ik hem automatisch daar om hem zacht te doen. Ja, neuriënt een beetje. Ja, dat doe ik ook al. En als ik dat doe, dan is het misschien ook makkelijker om. Om die plaatsing daar te houden. Oké, we zijn nu tot E gekomen.
Ons kind is wakker. Dag Poppie. Lig je nou gewoon in je eigen bedje te liggen? Maar goed voor jou? Ja, schat. Dag Poppie. Dag schat. Kijk, hij heeft ook een beetje een vies oog. Zijn rechteroog, daar heeft hij de hele tijd smurrie in. Ik heb vanochtend al heel veel weggehaald met een kokend water in een gaasje. Dan zit er allemaal zijn rechteroogje. Ja. Zo. Lekker. Fietsen. Ho. Nou, valt niet mee een stukje lopen. Wat zie je niet mee nou? Nee, we hebben eigenlijk nog niet echt zo gelopen met lekker weer en hondjes erbij. Dus nou, Reggie niet, die... Niet er echt in ligt, nee. Nee. Oh ja, inderdaad. Jij natuurlijk toen ik nog in de bike was. Maar ja, je merkt wel dat je stresslevel gaat toch wel een stukje omhoog. Als dan ja, en die kleine blijft een beetje jengelen. En Reggie die blijft trekken als een malle. Daar word ik nog het meest agressief van. Mo die wil niet doorlopen. Ah. En die vreet alles wat hij tegenkomt. Ja, nou zijn ze een beetje ontspannen. Nu lopen ze redelijk. Ja. Maar, oh. Pff, het is maar wat. Even een ontspannen stukje lopen. In het bos. Inderdaad, ja. Nou ja. Zo is het wel lekker, hè? Nu is het wel. Kijken of we nou wat mooie foto's kunnen maken hier. Ja, ze hebben eindelijk de pas een beetje gevonden. Tjoe, joh, joh. Mooi, hè? Ja. Mooi. Vind ik wel. Mooi. Hoi. Hoi. Hoi, man. Hoi. Oh, lentekriebels, poepie. Lentekriebels. Zomerkriebels heb ik. Zomerkriebels al? Jij slaat de lente gewoon over. Ja, het liefst wel. Ja. Ik ben het wel met je eens, Daniel, maar het is een beetje te optimistisch, denk ik. Ik ben blij met mijn sjaal. Zo, nou, we zijn weer terug. Behoorlijk stressvolle aangelegenheid. Omdat de hondjes niet stilzitten en dan begint Jessie te huilen. En dan werkt de camera, tenminste de camera wel met het pootje niet mee. En dan valt hij weer om. En dan blijven ze zitten, maar dan is de zon weer weg. Dus, en het was ook niet heel erg warm, dus dan zit je ook wel een beetje weer leuk vervelend. Foto. En dat allemaal voor een leuke foto inderdaad. Lekker. Dus. Nou, we zijn bijna thuis. Was wel weer gezellig, hè schat? Dat is echt gezellig. Ik heb onwijs genoten zo, van jou. Dat is echt ontspannend. Ik heb van jou wel hele mooie plaatjes. Dat mooi wel. En jij van mij ook vast wel. Zoals deze. En deze. Snap je? Ja, ik kan hem erin. Ik kan hem erin knippen. Maar deze was ook leuk. Ja, dat is. Oké, okay, nou. Hier de buurman. Hey, buurman. Hij ruimt wel netjes de poep op. Heel goed, buurman.